ik ga er meer over praten later met de spel. Want we zitten nu nog een verhaal. Dit is een hele belangrijke cutscene eigenlijk. Ja. Alleen. My immersion is ruined. Geef Rob de schuld, hij komt binnen. Hij komt weer thuis. Het wilde ik dood. Jongens, je wil een groter probleem nu hebben. Wat voor? Nou, ten eerste dus, klikt je niet op de fucking X-knop. Dat is probleem nummer 1. Het tweede is het ene slaperige meisje die heel erg boos aan het kijken is. Je kan een zwarte oude man uit vandaan zien komen. Dus als ze elk moment een bank krijgen kan gaan. Ja? Het is goed ding dat Ivy dit is. Oeh. En niemand kan tegen. Weet je, eigenlijk zouden Ivy straks maar moeten kunnen verslaan. Blond is hier heeft al genoeg schade gedaan. Met allemaal wel iedereen erbij. We kunnen gewoon Ivy straks verslaan. Oh. Alright. Iedereen is boos Ivy hard, maar we moeten er nadenken. We zijn geen fucking. We zijn geen holbewoners voor fuck's sake. Wat putje is een holbewoner op dit punt, dat weet ik. Yet. To be fair, Noah is een goede opoffering. Laat het eerlijk zijn hier. Then nothing of value was lost. Ja, precies. Maar. Dat blijkt de keer al bij het te zijn. Dat maakt je een hele slechte persoon, weet je nog? I know, right? Hij zei, oké, ik ben Plutia. Wat ik wel raar vind, Tom, want Blom was niet bang voor Iris toen ze eerst tegen haar volgde, maar nu opeens wel. Was ik het goed genoeg? I guess. Het is like, de eerste keer was ze gewoon like, ignorant, weet je wel, van hoe krachtig ze kon zijn. Inval en iemand vloog door tussen hun in, I guess. Iets met heel veel energie. Het moet Bahamut zijn. Ik denk dat Bahamut hier is. Oh jammer, is niet geland op. Dat we niet van praten, dat kent dat ik niet bekend. Nou, wat het ook mag zijn, het heeft tenminste Noir gered. Ik vind het leuk hoe snel ze praat. I know. Ik kan het voorspellen, maar nog steeds. Loyal landing pillow. Dat zijn wat we noemen icons. Ja. Ja. Een nieuwe CPU. Yellow Heart. Weet je, aangezien de regels anders zijn voor CPU's, dan heb je juist een power symbol moeten hebben op dit punt. Dimensional travel. I guess. Ik denk dat als de origine, als een nepkeer hier
een CPU memory had gekregen, dat ze wel een CPU kon worden, een volledige. Mm-hmm. Maar ik denk dat omdat ze van een andere dimensie komt, de regels nog steeds hetzelfde tellen daar als hier. Voor haar, zeg maar. Half. Ik vind het leuk met dit ene detail dat we nooit eerder hebben gezien, opeens hele belangrijke punten voor. Maar even een belangrijkere ding is, ik denk dat Noir een doodmessage heeft achtergelaten. Blan wil iemand een doodmessage laten achterlaten. En Furt wil met haar meewerken dit keer. Dat is het beste gedeelte van dit hele gedoe. En net reageert met, ja, een nieuwe godin komt. En wij praten over het titel. Wacht, is dat een ik merk nu pas dat er ook echt een deathmatch is aan het maken. A person came out of my bump. Kijk, op dit punt zie je gewoon een hele zwarte, paarsachtige aura dat naar de lucht stijgt. Daddy asked me to come to the feature hall. Wie kan deze yellow heart toch zijn? Ze lijkt op iemand heel erg anders. Maar het kan niet zijn. Die had geen e-cup. Die andere persoon. Nee, zij was geen DLC in het eerste spel. Alright. Een aanval staat heel hoog. I know, right? Het was zo hoog dat Noir een deathmatch zag er niet. Ja. Ik vind het leuk hoe Furt's wereld helemaal in elkaar is gestort nu iemand met grote titels gekomen. Alright. It's like, alsof dat de enige kwaliteit is dat Furt heeft. Hoe moet ik een ene short met hoe, je hebt die ene short waar Yellow's Heart's titel bounced. En dan heb je Furt die met haar handen schrift van Tinkelberg. Oh joh. Kijk naar die gezicht van desperation. Ja, het is... lijkt... Maar de kans kijken we opnieuw naar die van de... dead gear. Zijn ogen. Volgens mij zag ik het niet zo goed, Dat is de reden waarom ik het niet heb opgemerkt. Het is ook in de anime zo blijkbaar. Ik hou van deze team, though. Oké dan. Het is een van de beste teams in Rebirth spellen. Het stuit om weer nummer 1 plek te claimen voor Vert's naam. En de enige kwaliteit die ze blijkbaar heeft. Dit team is rocking als fuck, muziek. Ja.
Ik vind anime, ik weet niet, ik vind anime versie een beetje leuker dan. Klinkt meer explosief. Wel, die defense proof was bij zo'n beetje nodig. Of nutteloos. Ja. Eigenlijk nee, laat maar zitten is eigenlijk best wel handig. Maar waar ben ik nu over aan het praten? Weet je, zijn zo, haar baasgevecht is niet zo moeilijk. Nee. Ze heeft niet echt AOE aanvallen, dus je bent best veilig voor het meeste gedeelte. Is het gewoon een probleem als ze dat niet tank aanvalt? Ja. Volgens mij het grootste probleem is gewoon, like, ze heeft nu geen EXE aanval of wel. Of haar EXE drive meer gezegd. Dus like, wanneer ze de guard strijd doet, dat is haar meest schadelijke aanval van de Kiriner. Yup. Ze had wel wat meer speciale aanvallen kunnen hebben gedaan. Ja. Ik heb nog een interessant vraag voor jou. Wat vind jij van karakterduels in een spel? Ligt vooral aan hoe ze het gedaan hebben, weet je. In sterk, nou even nadenken, welke spel. Wel, een spel die ik de laatste tijd speel. Is The Summer Knights, Swordcraft Story. Daar is ook zeg maar karaktergevecht en daarbij is het best wel moeilijk. Als je niet de juiste strategie hebt en shit. Ik weet niet waarom, maar ik word altijd excited wanneer er een krachtgevecht is, want het voelt anders. Like, het voelt alsof het een 1 tegen 1 gevecht is met twee sterke krachten, weet je wel. Ik weet niet, het kan cool zijn. Ja. Yeah. Welke spel ik al neergespeeld die karakter toe als had? Nou, Kingdom Hearts, technisch gezien. Je had vooral tegen Riku bijvoorbeeld. Ja. Dat is cool. Oh, dat was een van mijn favoriete gevechten. Vooral de ene in Hollow Bastion. Maar level 1 run, though, oh boy. Is hij daar gekomen? Like, hij heeft de level 1, hij heeft de Enzo Riku niet kunnen verslaan op tijd. Oh. Hij kwam heel erg dichtbij, though. Was voor jou, maar ja, Enzo Riku was wel mijn favoriete gevecht in het spel. Het was het leuke vorm van moeilijk. Ja. Nou, en opnieuw, ik speelde het op Proud Mode, zo ik Steve meer dan Jesse zou doen in die fucking scrub. Ik ben daar vaak dood gegaan, om eerlijk te zijn. I see. Maar je wil echt weten hoe het werkt om echt het goed te kunnen verslaan. Ja. Yeah. Maar level 1 is heel erg moeilijk. Ik geloof het. Je hebt geen blok, je hebt geen guard. En hij is ook moeilijk om te stunnen, om eerlijk te zijn. Ja. En je moet echt goed Sonic Blade kunnen gebruiken om tegen hem te vechten bij de derde fase. Ja. De eerste twee fases kunnen niet zo erg zijn. Maar de derde fase is like, holy shit. Gaat verder over bij wat die spels zijn. Ja. Daar ga jij weer toe, maar goed soms. Ja, ik doe Kingdom Hearts 1. Oké. Ik ga het proberen op Proud Mode te doen. Is niet zo moeilijk. To be honest. Ik wil gewoon de Critical Mode hebben voor wanneer ik level 1 wil gaan doen. Ik bedoel, ik kan wel een level 1 Proud Mode doen, maar... Volgens aan het cheaten is. Misschien heeft het daarom zo grote tieten. Alle energie is naar de tieten toe gegaan. Dit is geen calm down, dit is al de CPU die probeert aan te vallen, for fuck's sake. En ze deed haar best niet eens. Daarom is ze makkelijk te verslaan, hè. Volgens mij gebruikt ze deze aanval nooit als in het echt. Like, je kan het nooit in de game gebruiken. Volgens mij gebruikt ze nu de aanval die Ding deed, die visie te gebruiken tegen Boo. De zelfvernietigingsaanval. Ja. Ja, je kan het niet doen in het spel zelf. Wel, Jess. Hmm.
Ja, ik wil wel zeggen, dat zou weer spoilers zijn. Oké, okay, zeg dan niet. Zeg wat na dit sport. Oh shit, we zijn allemaal dood. Maar wacht, waar is Snapkeer? Snapkeer, niemand boeit het. Snapkeer is niemand dood. Boeit nee. Nee, Snapkeer is niet dood. Haar verlies zo onbelangrijk is niet erbij zit. Ze kregen een nieuwe gave. Onzichtbaarheid. Ja. Waar waren we ook weer? We waren toch in de Metro Shelter? Waarom gaan we naar... Ja, waar in Louis? Waarom gaan we naar Planet Toon? Waarom hebben we naar Louis kunnen gaan? Misschien ging de fucking, bos naar de grens toe van Planet Toon en ging ik naar beneden, dus wat om te lopen, I guess. Nee, net keer. Jullie waren aan het vechten met z'n vieren. Postgame. Zoals een postgame boss bij Spawn Time. Stel je voor. Er zit Kinderwords eten spelen. En van plaats van dat Parasite Case tevoorschijn komt. Komt Sephiroth tevoorschijn. Nee, mensex. Mensex. En niet zomaar mensex. Mensex van Kinderwords 2. Like, hoe de fuck deed je dat? Met alle laserbeam aanval die je de hele tijd moest blokkeren met je driehoek. Weet je, iemand heeft daar een mod van gemaakt. Ik weet zeker. Hoe de hel mod je eigenlijk? Weet je dat in de mod waar je tegen 5-3 mils vecht? Ja. Hoe de hel vecht je mod je eigenlijk een PlayStation 4 spel? Heeft iemand dat ooit gedaan, though? Like, ik wil zien hoe iemand lijkt 5-3 wil verslaan. Speelde de team ook af bij de 5-3 wil, of was dat nog steeds die van de Disney Castle? Ik denk dat het steeds de team van Disney Castle is. Nou, bye. Dus elke channel is the same. De 7 Stages hebben het kanaal gehackt. En ja, ze hebben officieel... De 7 Stages verklaren nu officieel dat Yellowheart hun godin is en dat ze hun eigen natie beginnen, genaamd Eden. We hebben verloren, dames en heren. We hebben gewoon compleet flink fucking verloren. Ja. Kun je geloven, Anders? Ja, nee, eigenlijk. Eerlijk gezegd... Volgens mij zit er weer een grote lag tussen ons. Eerlijk gezegd, ik kon het wel geloven. Over die verlies. Want ik was daar aan het verliezen. Ja. Dat is het meest onprofessionele nieuwsstation ooit. Well, dat gebeurt ervan als je de representateur hebt. Maar wij hebben nu een CPU, want fuck inconsistency. By the way, schreef ze daar nou op Every Bunny?
Ja. En niet everybody. Ze kan eerst... Ja, ze ook in peace in plaats van in peace. Weet je geen reden dus dat ze de enige is die eigenlijk niet slechte dingen heeft gedaan? Like bijvoorbeeld je best buddy copy-paste vermoord ofzo. Like copy-paste is niet meer ernstig. Waarom? Hoe kun je? Hoe kun je copy-paste vermoorden? Wel, tenminste zien we iemand heel erg leuks te volgen in de part. Kijk, dit is de reden waarom de Seven Sages naar het winnen. Het is dankzij jouw negativiteit, Ray. Get your shit together, Ray. Nee, dat is het hele probleem met Rhea Shire, echt als je wijven zou hebben. Ze zijn de hele tijd zeuren over hoe nutteloos ze eigenlijk is. Non-stop. Ja. Het maakt het alleen maar erger. Eerst zei ze pakt deze port met like, Kellogg's en zo en dan probeert ze like, cornflakes op klaar te zetten en alles. En dan zeurt ze tot hoe slecht ze al met alles is, toch? En dan gaat de cornflakes in de fik. Alle cornflakes gaan in de fucking fik. Hoe is dat voor elkaar gekregen? Nee, ik veel. Maar ze zat maar ondertussen zat ze de hele tijd te zeuren hoe slecht ze was en alles. Ja, Yellow Heart is de CPU van de CTC's. Jezus Ray! Jesus Christ! Ja, goed zo Ray, uiteindelijk, je hebt wat kunnen doen met je leven. Dat was 10 jaar geleden. Ja, dat is waar. 10 jaar is voorbij gegaan. We zijn nu bij chapter 7. Wat heel kort is. Maar ja, we zijn nu bij... We zijn klaar. En ondertussen is die gebouw in de achtergrond compleet gemaakt. Want als je had kunnen werken misschien... In chapter 1 was die gebouw daar niet. Welke gebouw? De gele? Nee, de gele achter Nepier. Neptower, of zoiets. Ja, de Neptower. Like, in de andere achtergronden stond het er niet. En met elke chapter kwam er wat meer gebouwd erbij. Ja. In feite, in de vorige... Like, de vorige cutscene... Toen we voor de deur zaten, was hij nog wel... Was het toch nog net niet afgemaakt. Leuke detail. Ja. En laat zien dat er wat tijd voorbij is gegaan. Zo. Dat is leuk. Maar ja, dus we hebben niks kunnen doen. Elke keer wanneer we wat wilden doen, ging of Yellow Heart ons inmaken, of Mr. Bat kwam met zijn kind, met zijn dochters. Dus we zijn verneukt. En voor 10 jaar hebben we dus steeds meer shares verloren en zo. Maar op een of andere manier heeft Noir nog steeds de hoogste shares, buiten Eden. Hoe de fuck je Noir? Cheating bitch. Fucking verrader. Je werkt vast voor de Seven Sages of niet soms? Burn the heretic! Long-winded monologue ability.